Deze plek was gewoon altijd beschikbaar. Wanneer er echt niks was. Ik ga niet tegen mijn vrienden vertellen dat ik echt een zwerver ben. Dat ik mezelf ook misschien niet zo identificeerde. Als je dakloos bent, dan heb je het daar waarschijnlijk helemaal zelf naar gemaakt. En drink je de hele dag halve liters bier. Of toch niet? Bradley belandde na een heftige jeugd op straat en sliep in de vrieskou in een oud treinstel. Vandaag neemt hij me mee en laat hij me zien hoe het is om te leven op straat. Hey Bradley! Kom binnen! Op dit moment woont Bradley in een tijdelijk huis, zodat hij niet meer op straat hoeft te slapen. Hier ontmoet ik hem. Laten we heel even teruggaan naar het begin, hè? Want je woont nu hier. Juist. Je hebt nu een dak boven je hoofd. Ja. Gelukkig, toch? Hoe is het om hier te wonen? Ja, dat is wel fantastisch. Ja? Je gaat ook helemaal glimlachen. Ja, zeker waar. Alles is weer thuis. Dat doet mij zo goed. Maar wat was nou het punt dat jij op straat kwam te staan? Waar is dat begonnen? Ik had echt ongelofelijke ruzie met mijn moeder. Ik had mijn school niet gehaald en ik stopte met werken bij de kruidvat. Dus eigenlijk was ik ook alleen maar een lastpost. Mm. Waardoor ze zei, uit emotie, je gaat er nu uit. Maar dat meende ze niet per se, maar je weet hoe zo'n momentum kan gaan. Het begon eigenlijk op het moment dat jij thuis woonde. Ja. Bij je moeder, waar was je vader op dat moment? Mijn adoptievader. Bradley werd geboren in Colombia, maar werd op zijn eerste geadopteerd en kwam zo in Zaltbommel te wonen. Zijn adoptieouders scheiden toen Bradley 5 jaar was. Hij genoot nogal van alcohol. Mm-hmm. En die was niet zo verantwoordelijk in het verleden om zorg te dragen. En waar sliep je dan zoal? Een garagebox, station. Maar dan ook wel gewoon rechtop zitten, weet je wel. Voor je het weten, dus wordt alles weggeroofd. Dus je ging niet liggen of zo? Het liefst niet. Echt, is dat dan veiliger om dat dus niet te doen? Ja, dan lijk je gewoon wat wakkerder. Op zijn 18e belandt Bradley op straat. Amersfoort werd de stad waar zijn zwervende bestaan begon. En dit verlaten rangeerterrein werd een van zijn vaste slaapplekken. Ja, deze plek was gewoon altijd beschikbaar. Wanneer er echt niks was. Kijk, hieronder had ik dan wat tassen. Want ik kan niet altijd alles meedragen. En uit zicht ziet niemand het. Ik ga niet tegen mijn vrienden vertellen dat ik echt een zwerver ben. Dat ik mezelf ook misschien niet zo identificeerde. Het gros zou mij niet zo inschatten. Jong en dakloos zijn. Daarin is Bradley niet de enige. Begin 2020 waren er in Nederland naar schatting 8500 dakloze jongeren. Ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats en leven op straat. Daarnaast zijn er ook thuisloze jongeren. Maar hiervan zijn geen exacte cijfers. Ze blijven onder de radar omdat ze vaak wisselen van tijdelijke woonplek en hebben dus geen thuis. Het komt vaak neer op bankhoppen van kennis naar kennis. Wanneer het in november gewoon kut was en niks anders mogelijk, dan zat ik hier eventjes, je weet toch. Veel slaap kwam er niet van, maar als het kon, dan dommel je toch weg. Het ruikt hier ook gewoon nog naar wierook en zo. En dat is ook gewoon die geur die het toen ook was. Wanneer de dagen echt koud waren, dook Bradley de bibliotheek in. Op zoek naar warmte en kennis. Naast lezen en slapen was dit ook een plek om te eten. Alleen kwam hij niet altijd op een eerlijke manier aan zijn lunch. Hier kwam ik dan, wanneer de dag weer begon, om mezelf ook weer bij elkaar te rapen of om te lunchen. Geld was krap, dus namen we zo nu en dan wel wat mee. Nou, dan spreek ik toch wel van 2 dagen niet eten. Mijn hoofd begon gewoon te schokken. Eerst ga ik het gewoon uit mijn hoofd zetten, weet je wel. Eten is een illusie, misschien kom ik nog wel iemand tegen die iets gunt. Maar ik ga er zelf niet naar vragen, want zo identificeer ik mezelf niet. Maar als er dan ook gewoon echt helemaal niks is, dan ga ik snel naar de HEMA en pak ik croissantje mee. Ik ging meestal daar links. Daar staan de boeken die mij het meeste hebben geholpen. Ter zelfontwikkeling. Ik kan mezelf niet laten ontwikkelen als ik niet de juiste tools heb. Dus ik ging het gewoon zelf opzoeken. En dan kom je hier bij psychologie. Voor het perfectioneren van wie ik zelf ben. En dan pak ik hier een seat uit. Meestal waren mijn nachten niet zo chill dat ik wakker bleef.
En deze seats zitten zo comfortabel. Ik viel gewoon in slaap. Het is een jungle als de wereld zo is. Bradley kwam na 4 jaar leven op straat terecht bij het inloopschip in Den Bosch. Een plek voor bed, bad, brood en begeleiding. Dat zit zachter dan mijn herinnering. Na al die hectiek die hier in het huis speelt en op straat, is dit dan toch wel weer het dichtste bij huis wat ik heb ervaren in de tijd. Er vallen zoveel dingen weg waar je je zorgen om moet maken. Zoals eten, drinken, dus het dak boven je hoofd, je telefoon opladen. Dan wel zorgen dat je op tijd binnen bent. Voor regen bijvoorbeeld. Dat je geen stek hoeft te zoeken. Naast een opvang voor dakloze jongeren is het inloophuis ook een plek voor jongeren die niet meer onder jeugdzorg vallen en nog niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Een probleem dat veel voorkomt in Nederland. Abu was in dit huis Bradley's begeleider. Hij ziet het aantal dakloze jongeren toenemen. Dat heeft met bepaalde factoren te maken. Neem bijvoorbeeld jongeren die in hun verleden in jeugdzorg bijvoorbeeld hebben gezeten. Die krijgen als ze 18 zijn, krijgen ze de vraag of ze het willen verlengen tot aan hun 23ste. Of dat ze weer op zichzelf willen gaan, op eigen benen gaan staan. En daar merken we dan in dat het dan de eerste jaar dan proberen ze het zelf te doen. Dus zelfstandig, dus zonder meer dat iemand meekijkt. En dan merken we dat het in de jaar toch wel dingen misgaan, zoals zelfredzaamheid. En dan komen ze zich toch aanmelden bij de maatschappelijke opvang. En merken wel dat corona dat het wel gegroeid is en doordat de thuissituatie iets sneller escaleert dan voorheen. En voor jongeren, zoals je weet, heel veel uitgangsgelegenheden zijn dicht. En dus die of zoeken elkaar op thuis of ze blijven thuis rondlopen en moeder en vader werken vanuit thuis. En dat nodigt wel voor de nodige frustraties. Dan merken we wel dat ze eerder aankloppen bij ons dan voorheen. Van de opvang naar de studio. Bradley legt zijn leven vast in rapteksten. Het is zijn grote droom om ooit door te breken. Yo. Hey, dit is nice. Hi. Ja, nee. Het is Moas. Hi Moas. Producer van Resurrectus. En dit is dus jouw thuisstudio. Ja, dat is mijn history. Alright, die history. Even checken. Right. Happening, life happening, in an ocean of embezzlement. We light in lane, we're coming in, like a carousel. Rotating in, think it's telling it, giving anything, staying tuned up. Jij wil heel graag rapper worden, of niet? Ja, het is gewoon die ambitie, weet je. Het is een drive die me altijd door alles heeft meegenomen. Dat is ook een ding wat ik merk heel vaak bij de jongeren, als je ze probeert te stimuleren dan om te gaan werken, dan past dat niet met hun beeld van hoe je geld moet verdienen. De invloed van social media, dat je snel rijk moet zijn, snel beroemd moet worden en maar met geld moet lopen strooien, dat is toch wel een beeld die bij hun blijft en ook hun zien dat ook als waar. Hè? Van als wij ons best doen, dan is dat onze toekomstbeeld. Bradley is ook zo'n geval die bijvoorbeeld als wij komen met een baantje of als hij een baantje zelf gevonden heeft, dan blijft hij terugvallen op zijn rapcarrière om die weg in te gaan slaan omdat hij denkt dat dat het meest succesvolle is voor hem. Maar je moet natuurlijk wel gewoon een inkomen genereren zonder muziek. The sky might fall down to the ground. I know I gave it all in the here and now. No need for us to stall. Got verbs and nouns. I'm in just a ball. Put it down in the mess. There we go. I'm with the beast. Set stop the thought of me. Watch you flip and break the black and black. No, it didn't take much effort to get me stacked. Put on a Gucci flip flops. Heb je onveilig gevoeld op straat? Nee, ik heb echt heel veel in mijn leven meegemaakt. Ik heb ooit een keer bijna zelfmoord gepleegd. En wat was er gebeurd toen? Nou, de riem die knapte. En ik heb mijn moeder hier wel echt veel verdriet mee gedaan. Dat is eigenlijk echt het zwaarste punt ooit geweest in mijn leven. Jezus, man. Thanks dat je dit wilde delen. Nou, ik doe dit voor mijn moeder. Maar... Waarom voelde je je zo? Ja.
Hey, het was echt een opeenstapeling van momenten van eenzaamheid en afgestoten worden. Door wie? Ja, door de hele omgeving, weet je. Het is dat je moet altijd een bepaald persoon zijn. En als je niet voldoet aan die eisen, dan word je vervangen door iemand die dat wel doet. En ik snapte dat leventje niet echt. Maar uiteindelijk bleek het ook gewoon niet genoeg te zijn. En voor mijn ouders ook niet. Is dat misschien ook een van de redenen dat je uiteindelijk op straat terecht bent gekomen? Dat je dacht, weet je... Misschien dat ik het niet zo erg vond uiteindelijk. Nu je het zo vertelt, ga ik het denk ik wel beter begrijpen. Want volgens mij voelde je je buiten juist vrij. Ja. Ja, nee, dat is zeker waar. Toch? Ja, precies. Maar muziek heeft jou wel echt gered. Ik weet niet waar ik was als het niet zo zou zijn. Kom. Right. Blijf muziek maken. Ja. Ik vind echt een heel bijzonder iemand. Hij heeft me echt geraakt, kan ik wel zeggen. Ik vind deze jongen ook niet de standaard halve liter bier kind of guy die je vaak in het hoofd hebt als je aan een dakloze denkt. Hij is dat allemaal niet eigenlijk. Wat ik ook wel mooi vond was dat hij zei dat als je iets vindt waar je echt helemaal voor kan gaan en waar je echt aan kan vastklampen, dat letterlijk gewoon je redding kan zijn. Dat kan ik me echt heel goed voorstellen.